Bij de verschillende versies van VectorWorks horen verschillende werkomgevingen. In deze werkomgevingen zitten de gereedschappen die we nodig hebben. Er zijn echter nog een aantal gereedschappen die we niet zien in onze paletten, maar die er wel zijn. Het gaat hier dan hoofdzakelijk over gereedschappen die maar zeer zelden gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld een ellipsoïde. We kunnen deze gaan toevoegen aan onze paletten. Bovendien kunnen we ook gereedschappen die we nooit gebruiken verwijderen uit onze werkomgeving en kunnen we sneltoetsen gaan wijzigen of toekennen. Om onze werkomgeving te gaan bewerken gaan we naar het menu extra en kiezen we voor werkomgeving en voor bewerk werkomgeving. Nu moeten we kiezen of we de actieve werkomgeving willen bewerken of we een kopie willen maken van de actieve werkomgeving of dat we er een nieuwe willen aanmaken. Ik raad steeds aan om een kopie te maken van een bestaande werkomgeving. Zo heb je al een basis en heb je niet het risico dat je onvoorziene resultaten krijgt zonder terug te kunnen vallen op een goede werkomgeving. Ik kies in dit geval voor een kopie van de actieve werkomgeving en noem deze Architectuur Gewijzigd. We komen nu in het Bewerk Werkomgeving Venster. We hebben drie tabbladen. In het eerste tabblad vinden we de menus. In het tweede vinden we de paletten en in het derde vinden we de sneltoetsen. We beginnen bij het tabblad menus. In ons venster hebben we twee kolommen. In de linkse kolom krijgen we alle beschikbare onderdelen te zien. In de rechtse kolom krijgen we alle menus te zien die nu in onze werkomgeving aanwezig zijn en die we dus zien in onze menus en paletten. Om een commando toe te voegen aan het menu gaan we eerst in de linkse kolom het commando zoeken. Ik wil bijvoorbeeld het commando Zet om naar polygonen toevoegen aan het contextueel menu. Dat verschijnt wanneer ik met de rechtermuisknop op een object klik. Ik zoek in de linkse kolom het commando en in de rechtse kolom open ik het menu Object. Nu versleep ik het naar de rechtse kolom. Ik sleep mijn commando naar de plaats waar ik het hebben wil. Ik open nu het tabblad Paletten. Hier kan ik hetzelfde gaan doen. Ik voeg bijvoorbeeld het gereedschap ellipsoïde toe aan het palet 3D. Ik ga nu ook onmiddellijk een sneltoets toekennen aan dit object. Ik kies bijvoorbeeld voor een combinatie van de shift-toets en de letter E. Ik geef onderaan bij toets shift in en ik klik achter het gereedschap. Ik geef in dit veld de E in. Via het tabblad Sneltoetsen kan ik de sneltoetsen voor een aantal functies gaan instellen. De sneltoetsen methodebalk gaan de sneltoetsen weergeven voor de eerste zes knoppen in de methodebalk. Daaronder kan ik de sneltoetsen wijzigen voor een aantal functies, zoals scherminformatie of zwevend nulpunt. En daarnaast kan je de sneltoetsen voor het restrictiepalet wijzigen. Wanneer ik nu op OK klik, wordt de werkomgeving opgeslagen en opgestart. Wanneer we nu kijken in het palet 3D, zien we dat we beschikken over een gereedschap ellipsoïde. En dat we in het conceptuele menu onder de rechtermuisknop beschikken over het commando zet om naar polygonen. Ook de sneltoets Shift E werkt nu. Ik hou de Shift toets ingedrukt en typ de letter E. Het ellipsoïde gereedschap wordt actief. Op deze manier kunnen we onze werkomgeving dus personaliseren. Let echter wel op met het wijzigen van sneltoetsen. Heel soms komt het voor dat er sneltoetsen ook gebruikt worden in andere programma's. Wanneer dat programma geopend is, op het ogenblik dat je de sneltoets gebruikt, kan dit voor conflict zorgen.